Het wordt tijd dat het eens gezag wordt. Gissen met de politieke, ja. Lekker ga je in de ballenbak. Gissen met de politieke, ja. Lekker worden van de harde. Wat is dan het antwoord, soort gevrouw? Ik zal geen ja of nee zeggen. Er moet meer cameratoezicht komen, ook al gaat dit ten koste van de privacy. Privacy is een heel groot goed, dus daar moeten we heel voorzichtig mee zijn. Aan de andere kant moeten we natuurlijk ook zorgen dat het veilig is. En we hebben daar gezegd van nou, in principe hebben we geen aanwijzingen dat het heel erg uitgebreid moet worden. Maar we zijn niet tegen cameratoezicht. Dus als het nodig is, dan zou het moeten kennen. Oké. Om ouderen langer thuis te laten wonen, moet de gemeente hen een subsidie geven om de eigen woning aan te passen. Ja, daar zijn we het helemaal mee eens. We proberen om mensen zo lang mogelijk in hun eigen levenssfeer te houden. Op het moment dat we mensen moeten gaan verplaatsen naar verzorgingstehuizen of CQ-verpleeghuizen. Nou, dat is eigenlijk de laatste stap in het leven. Dat moeten we zo lang mogelijk proberen te voorkomen. Blijf actief als ouderen. En ja, dan moet de gemeente, als het nodig is, in ondersteunen. Het gebeurt overigens al via de WMO. Dat gaat het moeilijk roepen. Er mogen geen nieuwe moskeeën worden gebouwd in Sittard-Geleen. Nou, we hebben geen aanwijzingen dat er moskeeën gebouwd moeten worden. Het is zo dat er op dit moment twee zijn. In een van die moskeeën zijn ook problemen. Nou, daar kijkt de politie nou en dat heeft alle aandacht. Op een andere plek in het Plankhoes is een nieuwe zaal beschikbaar gesteld voor mensen die hun geloof moeten kunnen uitoefenen. In Nederland geldt vrijheid van godsdienst als een van de basisrechten die in de grondwet zijn verankerd. Verhouden van de grondwet. Veer als Nederland moet trots zijn op die grondwet en de rechten die daarin geregeld zijn. Vrijheid van meningsuiting, vrijheid van drukpers, maar ook vrijheid van godsdienst. Dus daar waar het geen problemen oplevert, hebben we er op zichzelf geen problemen met. Maar we kennen ook op dit moment niet inschatten of dat wel nodig is. Dit is een vraag die is door een bepaalde politieke partij met een vogel ingebracht. En we laten het maar bij dat vooral, dat is gewoon stemmingmakerie.